Ik ben een training gaan doen bij de Baak, omdat ik mezelf sterker neer wilde zetten in mijn werkzaamheden en beter voor mezelf mijn grenzen aan wilde geven. Het is een hele gekke titel, maar het is vooral dus eerst ik en dan de ander. Dus mijn collega's zeggen ook nu, nou, we kunnen wel merken dat je bij de Baak bent geweest. Maar ja, ik denk ook echt nog wel aan de ander. Ik durf nu beter mijn grenzen aan te geven en kies meer voor mezelf in een zakelijke omgeving. Pak geen opdrachten meer op die ik eigenlijk niet wil doen of die niet goed voelen. Hij heeft me heel veel vrijheid gegeven, ik voel me opgelucht en ik heb het gevoel dat ik echt in mijn kracht sta nu. Ja. Ja, dat is echt wauw. De training bij de Baak was voor mij echt nog even het laatste zetje wat ik nodig had om de juiste keuzes te maken voor mezelf. Door juist naar mezelf te luisteren, ben ik van meer toegevoegde waarde op mijn werk.